Doet Vlaanderen genoeg om de armoede uit de wereld te helpen? Hoe moeilijk is die opdracht? En welke inzichten biedt de academische wereld? Inzichten waarmee de beleidsmakers aan de slag kunnen. Ik praat erover met meerderheid en oppositie en een onderzoeker van de Antwerpse Universiteit. Dag dames en heren, bij mij aan tafel Cindy Fransen, Vlaams parlementslid voor de CD&V en Bart van Malderen, die voor de SPA deel uitmaakt van het Vlaams parlement, allebei lid ook van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen. Ook hier aanwezig Peter Rijmakers van de Antwerpse Universiteit. Hij heeft meegeschreven aan het jaarboek 2018 Armoede en Sociale Uitsluiting. Welkom allemaal in het programma. Ja, de legislatuur die loopt zo stilaan op haar laatste benen. Hoe maakt u de balans op, Bart van Malderen, van het beleid in zaken armoede? Goh, dat is een belangrijke vraag, want de doelstelling die de Vlaamse regering voor zichzelf had gesteld bij het begin van de legislatuur was het halveren van de kinderarmoede tegen 2020 en het met een kwart reduceren van de armoede in het algemeen. En in één zin samengevat vinden we het bijzonder jammer dat dit eigenlijk een verloren legislatuur is geweest. Maar goed, dat men die doelstelling niet haalt tot daaraan toe, maar is er verder nog wel werk gemaakt van het terugdringen van die armoede? Want ja, die doelstelling was natuurlijk bijzonder hoog. Men kan daarna streven, als het niet lukt, goed, dan kan men vaststellen waarom het niet gelukt is, maar heeft men dan genoeg gedaan? Wel, in elk geval hebben we heel vaak moeten vaststellen dat het tegendeel gebeurd is. Dat we maatregelen hebben gezien die het voor mensen in armoede moeilijker maakten om rond te komen. Bijvoorbeeld? Er zijn talloze prijsstijgingen geweest bij het begin van de legislatuur, van kinderopvang tot abonnementen voor de lijn. We hebben gezien dat bijkomende voorwaarden worden gecreëerd die het moeilijker maken voor mensen in armoede om hun rechten eigenlijk uit te putten. Voor het begin van de legislatuur kreeg iedereen eigenlijk automatisch het laagste tarief in zaken kinderopvang. Deze legislatuur heeft men dat tarief gevoelig opgetrokken. En als je een afwijking wil, moet je de stap naar het OCMW zetten. We stellen vast dat heel veel mensen die stap niet zetten. Omdat ze het niet kennen, omdat ze het niet weten? Omdat men het niet weet, omdat men heel veel energie moest steken in... want er is één drempel die ik noem, maar mensen in armoede worden geconfronteerd met tal van drempels. En op een gegeven moment wordt arm zijn een bijna fulltime dagtaak om aan alle administratieve verplichtingen te voldoen. Ja. En dus dat zijn evenveel voorbeelden van gemiste kansen deze legislatuur. Ja, uw partij, de CD&V, Cindy Fransen, maakt deel uit van de meerderheid. Voelt u zich aangesproken? Goh, het is zo dat we inderdaad een ambitieuze doelstelling hadden en nog steeds hebben, hè, die halvering van de kinderarmoede. Ik denk dat je op zijn minst aan die doelstellingen moet blijven vasthouden. Maar dat is natuurlijk geen nieuwe doelstelling. Die doelstelling dateert al van 2009, hè, van de vorige legislatuur. En als we zien over gedurende die 10 jaar, 2 legislaturen, 2 verschillende meerderheden, zien we dat de armoedecijfers in Vlaanderen altijd rond de 10-12% blijven schommelen. Soms stijgt dat, soms daalt dat. Wat zien wij vooral? Er zijn heel veel zaken gerealiseerd, zowel in de vorige legislatuur als in deze legislatuur. Ik hoor vooral zeggen dat het voor mensen die in armoede leven moeilijker geworden is om ja, die dingen te krijgen waar ze nood aan hebben. Nu, wij hebben vooral deze legislatuur ingezet op automatische rechtentoekenning. Er zijn ook heel wat armoedetoetsen op de verschillende beleidsmaatregelen genomen. Een armoedetoets, wat bedoelt u daarmee? Daar wordt gekeken samen met de mensen in armoede, dus via ook permanent armoedeoverleg, wordt er gekeken van kijk, de maatregelen die wij in het leven roepen, komen die wel terecht bij de mensen die dit het meest nodig hebben. Maar waar ik vooral even wil bij stilstaan, dat is eigenlijk de mensen achter die cijfers. Dus als we zeggen 12% mensen in armoede, we zien dat het zeer moeilijk is om de hardnekkige armoede, die bij de generatie armoede aanwezig is, om die eigenlijk te gaan omkeren. En dat is al 10 jaar zo. En ik denk dat we stappen vooruit hebben gezet, maar dat we er natuurlijk nog niet zijn. Hè. Ik hoor u zeggen stappen armoede vooruit, ik hoor Bart van Malderen zeggen stappen achteruit. Wat is het? Ik vind dat we stappen vooruit gezet hebben. Als ik zie wat onder meer de minister van Onderwijs gedaan heeft, automatisering van de schooltoelagen. Als we zien hoe dat de armoedeervaring bij leerkrachten nu in het curriculum wordt opgenomen. En ik ben daar zelf nog getuige mogen van zijn. Ik mocht mee in eindwerk gaan jureren in de Artevelde Hogeschool
van derdejaars lerarenopleiding. En toen ik zag hoe dat zij die deskundigheid mee hebben gekregen, wat armoede is, wat die multidimensionaliteit is, de problematiek, de complexiteit van die armoedeproblematiek, dan denk ik, we zijn goed bezig dat dat inderdaad wordt bijgebracht aan die leerkrachten die dan in de toekomst ook voor de scholen zullen staan. Maar goed, ik hoor u zeggen, we zijn goed bezig. Ik hoor Bart van Malder zeggen van de SPA, nee, deze regering is niet goed bezig. Ik vraag het aan de wetenschap, hè. Hoe maken de onderzoekers de balans op? Want jullie hebben dat rapport geschreven, dat jaarboek uit 2018. Een rapport van zowat 500 pagina's. Het is natuurlijk moeilijk om dat samen te vatten in één volzin, maar goed, als u de balans opmaakt, zijn ze goed bezig of niet goed bezig? Het is leuk dat u aan de wetenschap vraagt om de balans op te maken. Eerst en vooral is het wel belangrijk om te benadrukken dat we dit rapport niet enkel dit jaar hebben geschreven. Wij schrijven dat eigenlijk al bijna 26 jaar lang, elk jaar. Maar dat kan u wel een evolutie zien natuurlijk. En wat we daar eigenlijk in vaststellen is dat het armoederisico, dus het aantal mensen dat onder de of moet overleven met het inkomen onder de armoederisicogrens, stabiel is gebleven en eigenlijk misschien lichtjes is gestegen, als we dat zo mogen zeggen, maar toch nog altijd schommelt tussen de 15% en 16% voor België en voor Vlaanderen schommelt dat rond de 10%. Wat wil zeggen is dat dat eigenlijk, ondanks alle inspanningen, ondanks alle goodwill vanuit politici om daar iets aan te doen, dat men er toch nog altijd in slaagt om armoede terug te dringen. Goed, je zou kunnen zeggen, stel dat er niks zou gebeurd zijn, zou het misschien hoger geweest zijn. Dat klopt. Wij leven in een welvaartsstaat die een zeer uitgebreid sociale zekerheidssysteem heeft. Het is ook aangetoond dat dat sociale zekerheidssysteem effectief ook erin slaagt om armoede terug te dringen. Dus daar mogen we zeker niet aan raken en zeker het niet terugbrengen naar het verleden. Wat wel belangrijk is om vast te stellen, is dat we toch merken dat het gevoel van urgentie toch wel niet aanwezig is. Er zijn een aantal maatregelen genomen. En ik denk dan persoonlijk aan bijvoorbeeld het uitbreiden van kinderopvang, wat zeer belangrijk is. Ook het letten op de kwaliteit van de kinderopvang. Maar als we dan daarna moeten vaststellen, of daarnaast moeten vaststellen dat het laagste tarief, dus voor de mensen met het laagste inkomens, is gestegen, ja, dan is dat toch geen consistent armoedebeleid. Ik ga mevrouw Fransen daar meteen op laten reageren, want dat zit ook wel bij welzijn natuurlijk, bij jouw partijgenoot. Minister Van Deurzen, maar u wou reageren op wat Peter Heijmakers zegt, van kijk, als er niks zou gebeurd zijn, dan had het misschien wel gestegen, nu is het op zijn minst toch al stabiel gebleven. Maar de vraag is dat goed genoeg? En het is dan heel verleidelijk om te zeggen, natuurlijk is dat niet goed genoeg, maar wat ik bijzonder pijnlijk vind, is dat de afgelopen jaren we een economische groeifase hebben doorgemaakt. En het is heel goed dat... En is daar te weinig gebruik van gemaakt? Er is geen gebruik van gemaakt. Hè. Dus Europa heeft zich hersteld van de financiële crisis van 2008-2009. Wij hebben gezien dat andere landen rondom ons sterkere economische groei gekend hebben dan ons land. Maar binnen die goede conjunctuur is men er dus niet in geslaagd om de armoedecijfers systematisch terug te brengen. We hebben gezien dat als er crisis is, dat je de armoede ziet toenemen. Gelukkig met een vertragend effect dankzij de sociale zekerheid. Want zonder die sociale zekerheid, dan praten we niet over 15% van de mensen, maar over meer dan 40% van de mensen die in armoede zouden leven. Maar men heeft dus die goede economische wind absoluut niet benut. En dus de vruchten van de groei zijn naar degenen gegaan die eigenlijk al veel hebben. En degenen die het moeilijk hebben, die zijn achtergebleven. Ja, het Matthäus-effect, zoals men dat dan noemt. Cindy Fransen, uw regering, waar uw partij deel van uitmaakt, heeft niet geprofiteerd van de economische groei. Ik hoor ook zeggen, ja, kinderopvang, dat wordt dan duurder voor de laagste inkomens. Had dat gemoeten? Nu, het laagste tarief is er wel nog altijd. Hè. Maar als we eventjes willen doorgaan op de financiële crisis, het is inderdaad zo dat dankzij ons Rijnland-model een sterke sociale, herverdelende sociale zekerheid, hebben wij kunnen zorgen dat dat de armoede niet sterk is toegenomen. Anderzijds zijn er heel veel jobs bijgekomen. En het is natuurlijk wel zo dat het hebben van een inkomen uit werk nog altijd een van de beste hefbomen is om uit armoede te geraken. Maar als ik dan hoor zeggen, arm zijn is een fulltime bezigheid om al die dingen, die tegemoetkomingen te krijgen, heb je dan nog tijd om een job te zoeken?
Eigenlijk wil ik terugkeren op hetgeen dat ik... Ik zou eerst willen dat u antwoordt op mijn vraag. Heeft iemand die arm is tijd om een job te zoeken? Ja, er worden heel wat zaken gedaan naar begeleiding toe. Hè. Er zijn nu ook samenwerkingsakkoorden tussen de VDAB en het OCMW om inderdaad die werkwelzijnstrajecten veel meer op gang te trekken. Dus wat een zeer goede zaak is. Ik zou daar nog een stap willen verder gaan. En dat is inderdaad, we hebben ooit een project gehad, het WOW-project, met een vereniging waar armen het woord nemen voor mensen die het vers van de arbeidsmarkt staan. Waar dat er eerst aan die binnenkant van armoede wordt gewerkt, dan aan de belendende welzijnscomponenten en dan pas de stap wordt gezet naar duurzame tewerkstelling. Het zij via eerst een opstart, via sociale economie. Dat zijn zeer goede trajecten, dat zijn wel zeer arbeidsintensieve trajecten. En het is vooral naar die hardnekkige groep van 10% mensen in generatiearmoede waar we nog meer moeten op inzetten. Generatiearmoede, de ouders waren arm, de grootouders waren arm en de kans is bijzonder groot dat de kinderen arm blijven. Dat is wat u bedoelt met generatiearmoede. Ja. Dus dat krijgen we niet doorbroken. Ik wil nog eens terugkeren naar Peter Rijmakers voor we dit gesprek verder zetten. Want wat mij opviel aan het jaarboek is dat u begint met een definiëring van armoede. Mm-hmm. En ja, dan denk ik van, weten we al decennia lang niet wat armoede is? Waarom was het zo belangrijk om dat nog eens te definiëren? Goh, omdat ten eerste, als je iets schrijft over armoede, dan moet je natuurlijk ook eerst zeggen wat je daaronder verstaat onder het begrip. Dat is eigenlijk belangrijk, denk ik, om de puntjes op de i te zetten over wat armoede eigenlijk wil zeggen. En we kiezen in dat boek, en ook vanuit ons onderzoekscentrum, voor een multidimensionele benadering gekoppeld aan een rechte benadering. Waarom doen we dat? Omdat armoede naar ons gevoel of vanuit onze resultaten niet mag verengd worden tot een eenzijdige, eendimensionele definitie. Ja, ik kan me voorstellen dat veel kijkers nu denken, dit is heel theoretisch, maak het eens concreet. Armoede is dus niet enkel een financieel tekort. Het gaat over uitsluiting op diverse levensdomeinen, zoals bijvoorbeeld huisvesting, onderwijs, maar ook goede omstandigheden om kindjes op te voeden, enzovoort enzovoort. Dus kan je daar ook dingen aan toevoegen zoals sportcultuur? Sportcultuur, vrije tijd. Eigenlijk verwijst armoede naar het feit dat mensen worden uitgesloten om rechten op diverse levensdomeinen te realiseren. En als je dat onderzoekt, heb je dan het gevoel dat armen vooral daar een probleem mee hebben, eerder dan het tekort aan financiële middelen? Dat zij niet in de sportclub geraken, in de kinderopvang geraken? Ik denk dat het eigenlijk een complex kluwen van problemen op diverse levensdomeinen is. Natuurlijk, het financiële aspect is daar zeer belangrijk in. Is eigenlijk een dominant levensdomein dat zeer belangrijk is. Maar het gaat over het ervaren dat mensen in armoede hebben, dat ze worden uitgesloten om gelijkwaardig te participeren zoals elke andere burger in die samenleving. Ja. En daar gaat het over. Mm-hmm. En het is vanuit die definitie dat we eigenlijk pleiten voor een beleid dat inzet op die verschillende levensdomeinen. Ja. Als we dan terug de stap zetten naar het afgelopen beleid, dan vrees ik er toch voor dat die rechte benadering, die eigenlijk verwijst naar het feit dat mensen zelf geen schuld hebben aan de situatie en dat wij als samenleving verantwoordelijk zijn voor het realiseren van die rechten, dat toch wel een beetje aan het verdwijnen is. Omdat men ziet, arm is aan kansen. Omdat men ziet dat in het Vlaamse actieplan rond armoede, dat daar toch de term zelfredzaamheid heel sterk wordt benadrukt. En zelfredzaamheid verwijst eigenlijk naar het gegeven dat men zegt van kijk, eigenlijk kunnen mensen in armoede zelf uit die situatie geraken. Natuurlijk. Voor, en rekenen men daar te veel is dat, op? Natuurlijk is dat belangrijk dat mensen zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Maar men kan armoede niet oplossen door te verwijzen naar zelfredzaamheid. We moeten eigenlijk de juiste randvoorwaarden op die diverse levensdomeinen installeren, zodat die rechten worden gerealiseerd en niet rekenen op de zelfredzaamheid van Ik zie Bart van Malderen knikken. Ja, men rekent te veel op die zelfredzaamheid. Mensen moeten er zelf maar uit geraken. Ja, ik denk dat op zich zelfredzaamheid een doel is. Alleen zet men dat hierin als een middel. En dat betekent dat mensen dat heel sterk ervaren als trek uw plan. En dat betekent ook dat mensen blijven zitten in die generatiearmoede. Ik hoor Cindy heel graag en terecht trouwens zeggen van je moet vicieuze cirkels doorbreken, je moet inzetten op manieren om te ontsnappen aan die generatiearmoede. Mensen dat traject alleen laten afleggen, dat is ze met een kluitje in het riet sturen. Worden ze te veel in de steek gelaten door deze meerderheid? Absoluut niet alleen in de steek gelaten. Ik stel vast dat er een heel eenzijdige benadering gebeurt. Ja. Deze week publiceert de Europese Unie dat België een belastingparadijs is voor rijken en multinationals. Maar ik zie heel sterk de focus als het gaat in het sociale beleid
gelet op individuele fouten die mensen maken, op toezicht, op voorwaarden die moeten vervuld worden, op administratieve verplichtingen die erbij komen, tijdelijkheid van maatregelen. En dat staat echt haaks op de rechtenbenadering die ik hier gehoord heb. Ja, ik hoor bijna zeggen, het is de schuld van de armen zelf dat die er niet uit geraakt. Nee, helemaal niet. En dat is zeker onze visie ook niet. Want het VAPA, het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, vertrekt ook vanuit die grondrechtenbenadering, vertrekt ook vanuit al die sociale grondrechten die moeten eigenlijk gerealiseerd worden. En we evolueren zelfs een stuk naar een beleid van curatief naar preventief naar proactief. Dat wordt ook zo opgenomen. En als je de twee Vlaamse actieplannen armoedebestrijding naast elkaar zou leggen van de vorige legislatuur en van deze legislatuur, daar is verder op gebouwd. En als jullie zeggen van ja, en de mensen moeten het alleen doen, dan wil ik dat zeker tegenspreken, zeker als dat gaat over de bevoegdheden in welzijn. Als ik zie welke decreten dat wij allemaal hebben gestemd, huizen van het kind, geïntegreerd, breed ontgaalde, eerste lijn zorgzones, het decreet lokaal sociaal beleid, waar voor de eerste keer de participatie decretaal is verankerd, voor de allereerste keer ook voor de kansengroepen. En als je dan ziet hoe je daarmee te werk kunt gaan op lokaal niveau, dan denk ik dat dit eigenlijk een fantastische resum is van is de Van Deurzen. En de automatische rechtentoekenning staat in ons Vlaams actieplan. Dat wordt ook verder doorgevoerd. Ja, ik wil het over die automatische rechtentoekenning straks nog hebben. U verwijst naar wat Jo van Deurzen heeft gedaan. Maar goed, Jo van Deurzen is bezig op zijn terrein. Hilde Krivits is bezig op haar terrein, op vlak van onderwijs. En die doet Muiters is bezig op vlak van sport. Cultuur zit dan bij Sven Gas. Al die ministers zijn bezig op hun terrein om ook iets te doen aan armoede. En dan heb je één coördinerende minister die daarboven staat, minister Homans. Maar goed, is de moeilijkheid van dit systeem niet dat ja, zij wel moet rekenen op die andere vakministers en daar misschien te weinig vat op heeft? Goh, dat zou het niet zijn. Ik denk dat er ook de vakministers doen hun best en doen heel veel. Ik vind mijn ministers de beste leerlingen van de klas. Ja. Maar als ik mag even verder doorgaan. Kan zij het genoeg het is wel zo. Wil ze dan moet je zelf afdwingen. Mocht ik coördinerend minister van armoedebestrijding zijn, dan zou ik ten eerste beginnen met de interministeriële conferentie maatschappelijke integratie samen te roepen, waar dus dan de verschillende beleidsniveaus samenwerken. Erbij. Armoedebestrijding is een zaak van iedereen. Dat zeggen de middenveldsorganisaties, dat zegt welzijnszorg. Dat is van elk beleidsniveau een verantwoordelijkheid van elk beleidsdomein. En er moet samengewerkt worden. Dat is zelfs een thema voor Europa. En als je daar niet in slaagt om je eigen bevoegde ministers rond de tafel te roepen, ja. Heeft ze daar gefaald? Het gaat zo. Absoluut. Daar in heb zaken ik, de coördinatie. In zaken de coördinatie, absoluut, ja. En ik heb dat elke keer opnieuw, in elke commissie, in elk debat heb ik dit ook aangekaart. Mm-hmm. We moeten samenwerken, we moeten veel meer samenwerken. En dan kan dit wel het volledige, want het moet een grondrechtenbenadering zijn. Ja, ik hoor u nog iets straffer zeggen. Ze wil niet, zegt u. Ik zie geen enkele reden waarom de minister objectief zou kunnen maken dat een aantal stappen niet gezet zijn behalve onwil. Mevrouw Fransen heeft daarnet verwezen naar de interministeriële conferentie. Hey, dat is tussen het federale niveau en de gewesten en de gemeenschappen. Die is deze legislatuur 0 keer samen geweest. Nochtans zat die bevoegdheid tot voor kort bij 2 ministers van dezelfde partij. Ja. Dat heeft niks met structuren te maken. Dat heeft alles te maken met onwil. Evenzeer heb ik onlangs de minister gewezen, ze zal dat geweten hebben, in haar hoedanigheid als minister van Binnenlands Bestuur, dat vandaag de lokale besturen bezig zijn met beleidsplannen. Antwoord is een studiedag. Ik ga het straks hebben over de rol van de lokale besturen, want daar heeft u ook onderzoek naar gedaan. Maar eerst nog eens die coördinerende functie. Als ik vaststel dat de minister dan moet rekenen op wat de vakministers doen, dan ziet u die rol eerder bij de minister-president, want zo heeft u toch omschreven in een opiniestuk in de Vlaamse krant. Enkele weken geleden leg het bij de Vlaamse minister-president en dan is de autoriteit groter. Ik denk, eerst en vooral, denk dat ik u moet gelijk geven. Er zijn heel wat nuttige en goede zaken gebeurd op heel wat beleidsdomeinen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van welzijn. Huizen van het kind, het kind gereed bij het onthaal, zijn allemaal goede ideeën, goede plannen die absoluut het verdienen om verder uitgerold te worden over heel wat gemeenten en steden in Vlaanderen. Maar we hebben echt nood aan een coördinerende minister die met voldoende slagkracht een voldoende groot draagvlak creëert
Niet enkel bij de collega-ministers, maar ook bij andere politici, bij het parlement. En is dat de reden waarom je zegt, laat het de minister-president zijn? Laat het de minister-president zelf zijn. En dan wil ik eigenlijk terugkijken in het verleden naar de jaren 90, waar op een gegeven moment onder impuls van de Koning Boudewijn Stichting een algemeen verslag armoede is geschreven geweest. Dat verslag is geschreven samen met de doelgroep, met de doelvertegenwoordigers, met heel veel actoren uit het middenveld. En dat verslag heeft eigenlijk gerealiseerd dat er toch tot in het parlement en tot op het niveau van de ministers heel wat maatregelen zijn genomen en heeft armoede op een duurzame manier terug op de agenda geplaatst, op de politieke agenda. En ik denk dat wat is dan de link met de minister-president? Ik denk dat de tijd rijp is om dat opnieuw te doen, om terug te gaan naar een algemeen verslag van de armoede. Wij merken vanuit ons eigen onderzoek en vanuit al onze eigen activiteiten rond dat thema dat er heel wat draagvlak is om er iets aan te doen, maar we missen toch wel wat urgentie op dat politieke niveau. En ik denk zo'n algemeen verslag van de armoede, als dat wordt geïnitieerd door een volgende coördinerend minister en zelfs als die... Als het een minister is met voldoende slagkracht, dan zal er heel wat winst mee te... En hoe zit die slagkracht dan eerder bij de voorzitter van de regering zijnde, de minister-president? Absoluut. Ik denk dat dat een goed idee zou zijn om armoede daarin onder te brengen, zodat hij het parlement kan motiveren en stimuleren om daar verder mee te gaan. Ik zag u instemmend knikken. Maar nee, wel om de noodzaak aan echt coördinatie en hefbomen te benadrukken. Ja. Maar ziet u iets in het idee van de professor? Ja, laat het dan maar de minister-president zijn. Om die autoriteit, om het meer afdwingbaar te maken. Ik heb zelf een voorstel gedaan in het Vlaams parlement om de armoedetoets waar het daarnet over ging te hervormen. En dat zit een beetje in dezelfde lijn. Vandaag ben je afhankelijk van de goodwill van de minister om een armoedetoets uit te voeren of niet. Eigenlijk zou wie ook die coördinatie doet, of dat nu de minister-president is of een nieuwe coördinerend minister van armoede, moeten kunnen beslissen om ook op andere domeinen een armoedetoets af te dwingen. Dan zouden we beletten dat gebeurt wat deze legislatuur gebeurd is, dat er wel armoedetoetsen zijn uitgevoerd over de fusie van sportfederaties. Laat ons eerlijk zijn, dat kan een interessante materie zijn, maar niet echt een grote hefboom in armoedebestrijding. Daar hebben we het effect op armoede gemeten. Maar bijvoorbeeld de prijsstijging in de kinderopvang hebben we geen armoedetoets op uitgevoerd. Goed, sport kan integrerend werken, maar kan inclusief werken. Absoluut. En voor mijn part doet men overal een armoedetoets op, maar dan ook op die dingen die men vandaag een beetje weggestoken heeft in maatregelen in het kader van de begroting, waar geen armoedetoets op is. U zegt armoedetoets, blijkbaar is het niet overal. En twee, ja, wat Peter Heijn zegt, laat iemand met meer autoriteit nog die coördinatie uitvoeren? Ik vond het een zeer goede verwijzing. Hè. Het was 1994, hè. Het algemeen verslag van de armoede. Er wordt nog heel veel over gesproken, hè, over de manier waarop dat toen tot stand gekomen is. De link met de premier, dat was toen Jean-Luc Dehaene, die daar ook wel dat algemeen verslag ook in handen heeft genomen, hè, met zijn toenmalige regering. Ik denk wat die armoedetoetsen betreft, het is de eerste legislatuur dat er natuurlijk zoveel armoedetoetsen gedaan geweest. En op denk ik, initieel waren er 33 decreten en ontwerpen enzovoort. Ik denk dat we geëindigd zijn op 45 armoedetoetsen in deze legislatuur. Dat moet nog wel wat zijn weg vinden. In de vorige legislatuur hadden we een drietal proefprojecten rond armoedetoetsen. Ik denk dat we daar eigenlijk een Matthäus-effectentoets moeten aankoppelen. Dus dat we ook kijken van, als we maatregelen in het leven roepen die zouden moeten tegemoetkomen aan diegenen die dit het meest nodig hebben, komt dat dan ook wel toe bij de mensen die dit als we energiepremies toekennen om onze huizen beter te isoleren, komen ze dan terecht bij de mensen die premie het best kunnen gebruiken? Dat is eigenlijk inderdaad een beetje het probleem, ook opnieuw naar die 10% mensen in extreme armoede, dat we daar meer moeten op inzetten. En als je ziet over welke kansengroepen dat het gaat die een verhoogd risico hebben. Ik zeg vaak, er zijn een aantal V's in het Vlaams regeerakkoord, maar ik noem er altijd 4 V's als het gaat over armoedebestrijding. Dat is de vervrouwelijking van armoede, de verstedelijking, de verkleuring en de verjonging van armoede. En daar merk ik, dus ik vind dat ons Vlaams actieplan armoedebestrijding zeer sterk is, maar daar merk ik dat we nog een beetje een tandje kunnen bijsteken. Hè. Je hebt heel wat eenoudergezinnen, alleenstaande mama's. Ja, daar moeten we zeker de nodige aandacht aan besteden. En als het gaat over de verkleuring van armoede, dan heeft het niet te maken met de vluchtelingenstroom, voor alle duidelijkheid, zoals sommigen proberen te beweren, maar wel van welke kansen geven we die mensen die van allochtone afkomst zijn. Worden ze gediscrimineerd op de woningmarkt? Worden ze gediscrimineerd op de arbeidsmarkt? Zorgen we dat zij voldoende ondersteund worden en dergelijke meer? Dus daar moeten we zeker nog een tand bij steken. Ja, u wou reageren? Ja, absoluut, want
Eén, ik ben het eens. Hè. Dus de opsomming die gemaakt wordt, is volgens mij zeer correct. Wat ook betekent dat we die gegevens kennen. En die zijn eigenlijk al heel lang en heel breed bekend. Waar dienen die jaarboeken voor? Die ja, en er worden eigenlijk heel veel statistieken ja. bijgehouden. Maar je moet er dan ook willen naar handelen. Als je ziet dat vandaag in Antwerpen iets meer dan 50% van de mensen een allochtone achtergrond hebben, dan betekent dat ook heel veel van die mensen niet in armoede leven. Maar als je het omkeert, dan zie je dat van de mensen die in armoede leven, eigenlijk de vier V's die, ja. die Cindy aanhaalt, heel sterk vertegenwoordigd zijn. We weten dat. Maar als je dan tegen de bevoegde minister, en ik wil zelfs niet alleen die minister viseren, maar ook anderen, zegt, laat ons nu eens op die categorie extra inzetten, dan geeft men niet thuis. Dus aan de ene kant zegt men, we moeten het doen voor de mensen die het meest nodig hebben, maar als je dan de mensen die het meest nodig hebben projecteert voor hen, op een blaadje geeft, kijk, dat zijn ze, dan geeft men niet thuis ja. en zegt men, we gaan ik kan de minister natuurlijk niet laten reageren, want nee, die zit niet aan tafel, maar goed, het is jullie taak als parlementaire om de regering te controleren. U begint over Antwerpen, het maakt de overgang naar de lokale besturen heel vlot, hè, want Peter Rijmakers, dat het aanbod niet altijd bij de doelgroep terechtkomt. Enfin, goed, ik hoor zeggen bij de CD&V, dat is wel zo, die automatische toekenning is er. Ik hoor zeggen dat daar toch wel een en ander aan schort bij de SPA. U heeft dat onderzocht, hoe lokale besturen daar kunnen toe bijdragen dat het bij de mensen terechtkomt. Ja, inderdaad. Dus eerst en vooral, lokale besturen hebben natuurlijk een beperkte rol in de armoedebestrijding. De belangrijkste hefbomen zitten nog altijd zowel op het Vlaams als op het federale niveau. Maar lokale besturen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid op te nemen als het gaat over de strijd tegen onderbescherming. Mm-hmm. Onderbescherming is natuurlijk een complex begrip. Hè. Het verwijst naar financiële onderbescherming als het gaat over financiële uitkeringen. Daar rechten niet worden gerealiseerd, ja. daar waar ze eigenlijk moeten gerealiseerd worden. Dat kan verwijzen naar financiële uitkeringen, als bepaalde uitkeringen niet terechtkomen daar waar ze eigenlijk moeten terechtkomen. Maar dan is het natuurlijk aan de Vlaamse federale overheid om daar in te zetten op automatische rechtentoekenning. Rond het actualiseren, dus het verlengen van bepaalde rechten, het gemakkelijk maken om het aan te vragen en eventueel zelf beslissen wie er kan profiteren van die rechten. Dat is automatische rechtentoekenning. Maar als het dan gaat over de hulp- en dienstverlening, eigenlijk staat in onze grondrechten geschreven dat elke burger, elk mens eigenlijk recht heeft op een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening, ja, dan is het aan de lokale bestuur om daar iets aan te doen. Om ervoor te zorgen dat zowel de eigen hulp- en dienstverlening als de hulp- en dienstverlening van alle organisaties op hun OCNW, CAW, samenlevingsgebouw, ja. dat soort van hulp- en dienstverlening, ja. dat die op een goede manier wordt verstrekt. En ik denk dat in de afgelopen legislatuur het geïntegreerd breed onthaal, geïnitieerd door de minister van Welzijn, daar echt een concrete goede ja. stappen vooruit is. Kan de privé een rol spelen eigenlijk? Ik denk dat eerst en vooral op dat lokale niveau zijn er heel wat organisaties die niet gericht zijn. Ik vraag het omdat in Gent een privébedrijf is ingeschakeld ja. om bijvoorbeeld extra aanbod voor daklozen te creëren. Ik denk dat men eerst en vooral moet zien naar de organisaties die niet gericht zijn naar winst. Dat zijn vaak de organisaties met voldoende expertise. Die zijn er al jarenlang mee bezig met die doelgroepen. Ik denk dat dat de partners bij uitstek moeten zijn van elk lokaal bestuur. In de strijd tegen onderbescherming en in het vervolmaken van de hulp- en dienstverlening en het verlagen van die drempels. Vindt u dat privé zou kunnen ingeschakeld worden, zoals dus, men bijvoorbeeld nu in Gent doet, in Antwerpen ook wil doen? Maar ik denk dat die vraag toch wel moet bekeken worden vanuit een iets bredere vraag van wat de rol is van lokaal bestuur in het democratisch proces met het lokale middenveld. Ik denk eerst en vooral dat een lokaal beleidsplan rond armoede moet gemaakt worden met de doelgroep in het middenveld, in samenwerking, en dat men dan de nodige prioriteiten moet stellen en dan eens gaan kijken van kijk, die prioriteiten rond bijvoorbeeld dak- en thuisloosheid, rond drugshulpverlening, rond het tegengaan van onderbescherming, welke partners liggen hier aan tafel om dat samen te doen. Het probleem is dat heel het discussie rond... En als het niet volstaat, kan eventueel nog gekeken worden? Dan moeten we natuurlijk kijken of dat daar daarnaast nog iets... het probleem aan marktwerking ontstaat ook in een nieuwe visie rond lokaal beleid, waarbij lokale besturen het eenzijdig gaan beslissen wat er moet gebeuren.
en dan via een Tinder de juiste partner gaan kiezen. Ja, en op een aanbesteding haaks, ja. Nee, en dat staat haaks op het belang van een participatieve, democratische manier om aan lokaal beleid tegen armoede te doen. Ja, als een dus tender daar de haaks op staat, Bart van Malderen, was dat een goed idee dat in Gent, overigens jullie beide partijen zitten daarmee in het bestuur, was het een goed idee om daar privé in te schakelen om die daklozen opvang te bieden? Het probleem is dat lokale besturen moeten roeien met de riemen die ze krijgen, heel veel opdrachten krijgen en heel vaak te korte riemen krijgen. En hoor ik u nu zeggen, ja, als het dan maar moest, dan moest het maar op die manier? In Gent? Wat ik afleid is dat die keuze in essentie, intrinsiek, niet de eerste keuze was. Dat men eigenlijk een stukje uit noodzaak in de procedure... Ja, maar anders zou u het niet, zelf niet doen. Ik blijf voorstander, zoals u daarnet gezegd is, om prioritair te kijken naar non-profit, om dit soort dingen aan te pakken. Naar participatie, naar bottom-up aanpak. Eerder daar naar bedrijven die per definitie daar proberen een businessmodel op te zetten. Ja, dus, wat vindt de CD&V daarover? Maar ik vind dat we daar ook vooral met de non-profit moeten kijken, ook dus, met het middenveld enzovoort. Maar ik zou dus ook liever geen privé. U wil nog inpikken op iets wat de professor heeft gezegd. Helaas, we hebben nog 19 seconden. Dat is net voldoende om jullie te bedanken voor jullie komst naar deze studie en voor dit gesprek. Bart van Malderen van de SPA, Cindy Fransen van de CD&V en Peter Rijmakers van de Universiteit van Antwerpen. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.